Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag en de komende dagen te maken met lage drukgebieden, afkomstig vanaf de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Exacte koersen zijn nog niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat ze voor een grote variatie in het weerbeeld zorgen. Regen, natte sneeuw, misschien ook een keertje sneeuw, onweer en hagel, het is allemaal mogelijk. En natuurlijk zijn er ook droge perioden en met wat geluk schijnt dan soms ook de zon. Vanmiddag hebben we te maken met een koufront. Dat koufront is hier mooi te zien. Nou, dat regengebied trekt dus langzaam oostwaarts. Levert vooral in het noordoosten en oosten ook wat winterse neerslag op. En daarna moeten we onze blik richting Ierland richten. En daar zien we dan nieuwe buien aankomen. En die bereiken ons morgen. Als we het in detail bekijken, dan zien we hier het regengebied liggen. Zoals dat nu om drie uur vanmiddag is. En dat trekt dan langzaam oostwaarts. Vanavond wordt het vanuit het westen wat droger. Maar wat licht gespetter blijft nog steeds mogelijk. Niet helemaal droog dus. Temperaturen lopen wat op. Wordt geen koude nacht. Morgen overdag zit er een gebiedje met wat beter weer. In de ochtend nog buien, maar daarna zien we dat er even wat brede opklaringen komen. Dat de zon even kan doorbreken. Maar ja, als je dan alweer naar de Noordzee kijkt, dan zie je dat de nieuwe buien er ook alweer aankomen. Die trekken dan in de loop van de middag over het land. En dat kunnen stevige buien zijn met onweer, hagel en windstoten. En voor de rest van de week geldt eigenlijk hetzelfde weerbeeld. Want het blijft een komen en gaan van kleine lage drukgebieden. Temperaturen s'nachts erbij vaak rond het vriespunt. En dus kan het glad worden. Die kans op gladheid is vanavond zeer klein. Heel misschien in het noordoosten en het uiterste oosten. Maar zoals je ziet, de temperaturen gaan ook daar oplopen. Naar zo'n 3 à 4 graden. En in Zeeland wordt het vanavond zelfs 8 graden. Het is geen verregende avond. Er zijn zeker ook droge perioden. Maar hou de paraplu bij de hand, want er kan nog af en toe wat motregen vallen. Vroeg in de nacht houden we ook nog dat weerbeeld. Later in de nacht komen er meer buien. Dan worden die buien ook wat pittiger, kan er misschien al een keer hagel bij zitten. Temperaturen vannacht zo tussen de 4 en de 6 graden. Morgenochtend trekken die buien naar Duitsland weg. Daarna, even die brede opklaringen met zon. En dan in de loop van de middag vanuit het westen weer nieuwe buien. En die nieuwe buien die hebben een grotere kans op sneeuw. Ook dus morgen overdag kans op hagel en onweer. Temperaturen tijdens een zonnige periode tussen de 6 en 8 graden. Maar in de namiddag tijdens een buik kan het kwik weer dalen naar 2 graden. Grote variatie dus. En zoals al gezegd, donderdag, vrijdag en zaterdag houden we dat weerbeeld. Op donderdag kan het nog lokaal 8 graden worden. Vrijdag zeker niet. De kans op sneeuw is in de nacht van donderdag op vrijdag ook wat groter dan in de nacht van woensdag op donderdag. Maar op beide dagen kunnen we ochtends hier en daar wakker worden met een wit landschap. Op zaterdag is de kans op sneeuw weer wat kleiner, maar het blijft wel echt winters. En ook keel, temperaturen rond de 5, 6 graden. En raken we dit weerbeeld dan snel kwijt? Nou nee, eigenlijk niet. Want ook na het weekend blijven die temperaturen s'nachts rond het vriespunt uitkomen. Overdag iets boven de 5 graden. En pas op de wat langere termijn zien we het heel langzaam iets omhoog gaan. Maar ja, echt spectaculair kunnen we die stijging niet noemen echt lenteweer is dus voorlopig niet in aantocht we blijven het winter houden ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl